Maar we zijn wel verslaafd aan technologie. Het is echt sterk. Het pakt ook alles over. En man, het is ook de duivel. Het is een beetje de duivel ook. Want ik heb echt een hekel aan jeugd met technologie. Heb je dat ook niet? Ik ben zelf nog eigenlijk jeugd, puur technisch gezien. Maar iedere keer als je zo'n 16-jarige met een telefoon ziet, wil hem pijn doen. Geen idee waarom, ze is niks aan het doen. Het mag een braaf gastje zijn, maar vanaf dat hij zo... met dat ding in zijn oren... Of zeker als ze met vier zijn. Rond elkaar. Dan is iets van, godverdomme, ik wil je schoppen. Maar je weet niet goed waarom. Maar het is wel een duivel. En zeker ook wat er op dat ding zich afspeelt. De software en wat de programma's dat er zit en de videospellen speelt. Dat is pas gevaarlijk. En wat het is altijd de schuld van dat. Hè. Altijd. Like, toen ik aan het opgroeien was, was kindertelevisie Satan gewoon. Want als het te gewelddadig was, schoten de ouders een nachtje. Daar mocht hij niet naar kijken. En dus, dat pakt mij niet. Alleen maar domme mensen worden beïnvloed. Wanneer gaan ze dat nu een keer leren? Iedere keer als je je klein verbiedt om naar iets te kijken, is het omdat hij hem te dom vindt. Dat is, domme mensen doen domme dingen. Als jij een maat hebt waarvan je weet dat je naartoe gaat en je zegt tegen hem, wist je als je een micro in je had, zeker dat er geld uit de lucht valt? En zijn eerste reactie is, serieus? Want dan weten van, gaan we die weghouden bij een tv, er gaan ongelukken gebeuren. Maar los daarvan, hoeveel van jullie zijn beïnvloed door tv? Kijk, ik snap wel, er is zo'n tijd geweest dat VT4 en 2B zo'n zotte fase, dat is allemaal van die Japanse anime bullshit dingen aan het opkopen waren. Gelijk Dragon Ball Z en Gundam Wing, allemaal van die flitsende bullshit. Dat je zo net gaat kijken, en het komt bloed uit je klein zijn neus van ja, we gaan hem naar iets anders richten, want het is vervelend. Dat snap ik wel, dat je dat een beetje veel... Maar tot in hoever kan dat geweld gaan? Ik ben opgevoed met Tom en Jerry. Ga me niet zeggen dat dat niet gewelddadig is, hè? Wil je een keer een naambeeld op je kat laten vallen? Er groeit geen buil uit, dat kan ik je nu al zeggen. Weet je waar ik gewelddadig van word? Kindertelevisie, nu. Heb je al een keer naar gekeken voor bij je 16? Dat gaat niet meer, hè. Je wordt gewoon kwaad na een tijd. En je zit ook naar die presentatoren te kijken van, waarom zijn je zo gelukkig? Lees een keer een krant, het gaat niet goed. Maar de kindertelevisie irriteert me maatloos. Ik vind het allemaal zeer slecht getekend, slecht geanimeerd en die verhalen trekken op prut. Kijk, voor mij, ik ben nu al in een fase dat ik nu al durf zijn over kindertelevisie. In mijn tijd was het veel beter, met 24. Maar het is ook, in mijn tijd was het veel beter. Allee, ga maar zien hoeveel dat ik hier ook kan doen zeggen. Maar voor mij was kindertelevisie, en ik vond het allemaal goed trouwens, hè. Voor mij was kindertelevisie ten eerste alleen maar Samson. Alleen maar Samson. We kunnen lachen met Studio 100 zoveel dat we willen. Hè. Alleen maar Samson en Samson blijft goed. Tot een bepaalde leeftijd. Vanaf dat je vragen met te stellen, dan wordt Samson raar. Ja, zo enige keer dat je 16 gepasseerd bent, ben je toch naar dat programma te kijken van dat is toch niet helemaal juist. Dus, een hond met een vuist is er gehad. En dat woont samen met een vent van 40 jaar, die praat gelijk een kleuter. En is altijd bezig met zijn denkbeeldige vriendin dat we nooit mogen zien. En waarom mogen we nooit op dat eerste verdiep van dat huis gaan kijken? Wat gebeurt er daar allemaal, in godsnaam? Ligt er daar een orgie bezig of ligt er daar een lijk? Je weet het niet. Of... En een homofiele coiffeur en een burgemeester met een paar kleren. En waar is mevrouw Pralina toe? Je weet het niet. Misschien ligt ze op het eerste verdiep. Kan zijn, je weet het niet. Maar dat was Samson en dat valt goed mee. Maar daarna is iemand heeft Gert Verhulst gewoon LSD gegeven. Want die is gewoon geflipt. Dat is toch? Ik bedoel, wat is er dan allemaal gekomen? Dan is er die zotte kabouter gekomen die toevallig enorm viel op die burgemeester van Samson trekt. Hè? Ja, maar niemand zegt er wat over. De Rijken heeft door. Hè? Wat heb je dan nog allemaal? Piet Piraat? Je zal nog maar een piraat zijn met een teddybeer vooraan op hun boot. Hè? Oh nee, wat gaat hij pieken ons suikerklontjes? Ten derde, wat hebben we nog allemaal? Die superheldin met kanker. Ding is, Wizia Woppie, heb je dat nog gezien? Dat was echt een LSD-trip. Dat waren zo twee ratten, een papegaai en een schildpad die in een dierenwinkel gewoon tegen elkaar aan het brabbelen waren. Niet geen tekst. En kinderen zaten naar recht naar te kijken van, oh, het is weer een strafverhaal van de week. Het is gelijk Inception, hè, met meerdere lagen. Ik denk van, what the fuck gebeurt er daarin? Waar zijn al die propere programma's, die schoon uitgetekende, simpele, soms ook wel donkere programma's, die niet moeilijk waren om te maken? Dingen gelijk Beestenbos is boos. En... en dingen, Disney Festival en met Darkwing Duck en dingen, Kulder Zipken en... Ja.
dag Sinterklaas, wat nog altijd fantastisch is gewoon. En dat is gewoon zo... Wat hè? Het liegebeest, dat is voor mijn tijd, had ik niet vernoemd. Maar ik heb gehoord dat er allemaal homo's waren met liegebeest. Dus iemand heeft zeker al gerukt met die pop, dat ben ik 100% zeker. Dat is echt waar, ik heb dat gehoord van een kei bekende kerel, maar ik kan niet zeggen wie dat is. Maar dat schijnt echt al die kerels die werken waren homo's met liegebeest. Beeld je in, met die poppen. Zal ik hier mijn hand een keer steken? Het is zo dat het ontstaan is eigenlijk. Zeg, Frank Dingenen. Ik heb een idee voor een programma. Iets met kinderen. Dit is echt waar trouwens, ik zeef er niet. Dat niet, hè, maar... Alles wat. Maar dat was kindertelevisie. Dat is oprecht proper schone televisie. En ook een beetje donker soms, maar dat maakt niet uit. En dan, ja, alles wat er nu. Ik vind het allemaal heel slecht. Onlangs kom ik bij mijn tante binnen en mijn neefje zit tv te kijken. En mijn neefje kijkt tv, gelijk de meeste ventjes van zijn leeftijd, zo ver van het scherm. Gewoon blam, tegen dat scherm. En dan zit deze doen. Boomba. Dat is wel wat hij doet als boomba. Boomba. Ik denk dat het een gevallen is. En Boomba was op tv. En als je Boomba nog nooit gezien hebt als volwassene, dan is de eerste reactie clown op heroïne. Want dat is zo'n vreemd bleke clown met van die wal onder zijn ogen. En hij staat zo dicht bij de camera. Zo dicht. Gelijk een Klausjaar die held komt vooral op de meer. Gewoon zo dicht in uw persoonlijke ruimte. Gewoon zo recht in uw bakkes. En hij brabbelt gewoon tegen uw kind. En die klein zit op juist dezelfde afstand van die tv. Ja, de kwijl. En mijn tante, hij zit zo schoon tv te kijken. Ik zeg, hij is hersendood, je weet dat toch ook wel? Mocht hij een tv uitzetten, hij blijft voortkijken. Die kleine is weg. Het kan nog erger, hè? Hoppla. Dat had je gezien. Dan moet je echt al een serieuze petaar voor smoren, om te snappen wat er daar allemaal in gebeurt. Dat ik zat een keer schetsen. Dat is zo'n slecht geanimeerd konijn. Zonder knieën. En dan komt ze uit zijn deur gewandeld. Dan gaat ze in een hof gaan staan. Zo. En hij staart gewoon een kwartier naar u zo. En na 15 minuten, hopla. Dat is niet juist, hè? Ik zou graag dat konijn in een overbuur zien. Ik denk dat die mens ook niet op zijn gemak leeft. Zo'n hele dag van achter de gordijn, ja, spreken met de politie. Ja, dat konijn staat daar weer, hè? Ik denk dat Bol heeft gepakt. Zijn ogen zijn maar zwart. Sta stijf van de Bol, dat konijn. Ik zou een kwartier wachten. Is dat dan goed? Dat maakt mij kwaad. En uiteindelijk, ze zoeken overal wat achter. Het is een tijd geweest dat mensen zijn dat er te veel verdoken racisme in kindertelevisie zat. Dat vind ik er echt over. Uiteindelijk, er zijn een paar programma's die echt wel je grens een beetje aan het overschrijden waren. Eigenlijk de Power Rangers in de tijd, dat was racisme op zijn eigen kleur. De neger was de zwarte Power Rangers. En de Chinees was de gele Power Rangers. En de wit was de beste. Maar heeft u dat aangezet tot racisme? Belangrijk, maar je ziet dat er niet in als ventje nu. Uiteindelijk, je kunt er wel ver in gaan, zoals je wil. De Catnet is er ook niet zo onschuldig in. Weet je nog de eerste negerin op Catnet? Ja, Alidas Bomet. Een programma over een negerin. In een boom. Grote maquette van een stad, er staat één boom in, daar woont een neger in. Maar het is goed dat kinderen leren dat negers in bomen leven. Dus dat is een belangrijke levensles. Kijk, ze ontvangt post, dus het mag. Trouwens, ik vind Catnet nu nog meer racistisch dan het ooit geweest is. Want nu kunnen ze geen enkel programma op Catnet maken zonder dat er een neger, een Chinees, een Turk, een Marokkaan, een Indiër in zit. En dat is tof en dat is leuk, maar die leven niet echt allemaal te samen. Dat bestaan niet. Die groepen die komen niet vaak te staan. Uiteindelijk dat vind ik nog racistisch. Trouwens, op Catnet kunnen ze ook nooit een neger in beeld laten, zodat hij een bot tussen zijn neus zit en een strooie rok aan. Oega boega banaan. Oh, veel beter. Veel beter, veel beter. Al dat goede, dat is nog erger. Stel je voor dat ze zo wat aan meer diversiteit wouden doen in de Power Rangers. Hè? Dat is zo'n Marokkaanse Power Ranger is dat. Dat je zo, de stereotype, echt de stereotype Marokkaan. Dat je gewoon zo je tv aansteekt over de middag op 2B. Dat je zo gewoon zo'n bruine Power Ranger ziet staan en landgebergte zo. Hey, wat is deze? Grote monster of wat?
Waar is mijn kebabsnijzwaard? Ik heb geen grote robot, gewoon mijn neven bellen. Met 50 bruine Power Rangers meer, zo. Jongens, er zit met vitte veel. Dat is morphin time, kameel. Hoeft niet voor mij, ik ben echt gelukkig daarin. En dat is tv, dat is het ene deel, dat beïnvloedt de kinderen. Het tweede deel zijn videospelletjes, en dat irriteert mij echt enorm, dat kan ik echt niet tegen. Ze doen dat iedere keer, als er zo een van die vier Vlaamse boerenzoon, like Hans van Temps en Kim de Helder, en er ding doet, het eerste waar ze naar grijpen, ze vliegen naar die computer. Ja, we hebben een schietspel gevonden op zijn computer. Nee. Op de computer van een 16-jarig gastje. Een schietspel, nog dat je weg bent. Toch, weet je, ik heb mijn veger in mijn kast liggen. Toen ik een klein manneke was, je ziet me ook niet naar de kerstmarkt in Luik trekken. Tot in hoever kunt je deze doen? Nou, je kunt het maar doortrekken zover dat je wilt. Niet applaudisseren, niet applaudisseren. Nog te vroeg daarvoor, niet applaudisseren. Wel lachen. Maar... Nee, maar dat is, allee, je kunt dat er overal en zo. Dat irriteert me zo hard. Die Breivik ook in Noorwegen. Oh, 75 doden, het was een gamer. Serieus, 75 doden, dat is een Jeannette-score. Weet dat toch zelf ook wel? 75 doden, wat is dat? Dat was een gamer, hè. Wat Tetris? Heeft hem Tetris gespeeld? Breivik, ik heb die foto van die gast ook gezien. Ik ben ook gefrustreerd met zo'n coiffeur. Op wat was die aan het wachten? Die Jommeke Langspeelfilm? Mijn haar ligt niet mooi en nu moet iedereen dood. Nee, ik heb dat nooit gehad. Ik speel een videospelletje, mag super gewelddadig zijn. Ik speel ook echt gewelddadig spel. Ik geef dat ook eerlijk toe. Pak dat niet mee naar buiten. Nee, stop, tv staat uit, wereld is weg. Ik kan een thee gaan drinken op het terras. Dat is wat dat kan. Alweer, domme mensen pakken dat over. En alweer, het een ver kunnen gaan. Ik ben van de Super Mario generatie, een paar van jullie waarschijnlijk ook. Heb je dat meegepakt op straat? Al veel dat je op café komt, dat er zo twee met schildpadden aan elkaar aan smijten. Op elkaar zijn kop aan springen. Had dat toch dood! Had dat toch dood, ik heb champignons gepakt, de gast met twee keer zo groot. Oh nee, dat is de echte wereld. Het zou wel grappig zijn dat je Super Mario Land leeft, dat je gewoon zo'n kerel in een open rioolput kunt duwen. Waarom heb je dat nu gedaan? Hij is een level 2. Staat hij gewoon zijn riool? Hier zijn geen gouden munten. Maar ja, dit is de echte wereld. Iedereen weet, als je hier met je kop tegen een plafond springt, er komt geen bloem uit. Je hebt gewoon een schedelbreuk. Mocht videospelletjes ook niet zo rap afschrijven, want ze zitten overal. En ook de software dat erachter zit, is verantwoordelijk voor heel veel dingen die we nu gebruiken. En gaan naar de cinema, driekwart van al die films zijn geïnspireerd op een videospelletje. Vind ik tof, moest ook niet te ver gaan. Ik zit niet echt bepaald te wachten op die Tetris-film. Behalve als wij het doen. Als de Vlamingen het doen, dan gaat dat goed zijn. Dan is dat altijd zoiets donker met marginaal. Zo van de metser daar een huis aan het bouwen is zo. Met vrij dwaze stenen. Heb je nog van die lange? Die lange gaat rapper. En zo iedere keer als hij met rij stenen af heeft, dat hij weer verdwijnt zo. Dat gaat hier verschrikkelijk lang duren, hè. Help me, Ben Krabbe. Nog een goede film zijn Pac-Man. Gewoon zo van een dikke Chinees dat in een labyrint woont, zo. Er wordt af en toe achtervolgd door drie wijven in burka. Is dat omdat hij een couscous hier zweeft? Je bent racist! En ik zie hem al naar zijn broekzak grijpen, voor zijn mes misschien. Ik zeg, oh, rustig, Ali, rustig. Ik zeg, kijk naar mij, kijk hier. Maar dat is begin! Shem nachalai, shem nachalam.